Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly en wij staan op het moment in Zelhem op de fiets. Ja, wij zijn weer begonnen met onze fietstocht. 60 kilometer. 60 kilometer. Een grijze lucht boven ons. Ja, een grote grijze massa. Ja. Jouw vader is eventjes naar de fietsenwinkel voor een fietsjas of regenjas. Dus die is ook op het ergste voorbereid straks. Maar we gaan weer 60 kilometer fietsen. We gaan vanuit Zelhem naar Teuge fietsen. En dan komen we langs Doesburg. Ja. Waar we, ja, ik denk zomaar eventjes gaan stoppen. We gaan wel vaker stoppen natuurlijk. Maar Doesburg blijkt wel een leuk stadje te zijn. Dorpje, ik weet eigenlijk niet. Maar we gaan het weer meemaken vandaag. Hebben we er zin in? Ja. Ik ben wel jammer van het weer, maar... Ik ook, ja. Met een zonnetje lijkt toch altijd alles anders en ja, nu is het grijs en word je zelf ook wat, nou ja, hè, wat somber of zo. Maar wij hebben goed geslapen deze keer, dus beter dan de nacht ervoor. Ja, zeker. En onze gastvrouw, onze het logeeradres. Was ook heel lief. Heel lief, goed geregeld. Wat heb ik, joh? Slaaptekort. Slaaptekort en nou, noem het op. En ook een lekker ontbijtje gehad trouwens. Ja. Dus, nou, we gaan beginnen. En we verlaten Zelhem. En het regent weer. Vreselijk dit. We zijn gewoon nog geen 5 minuten vertrokken en ja, het regent. Jammer genoeg. Ja, onze regenkleding weer aangetrokken. En gaan we 60 kilometer maken. Hopelijk niet in dit weer, maar de kans zit er dik in. Eerste koffiestop vandaag bij Boels. Boels? Ja. Boels in Doetinchem, denk ik. Boelse baksers. Nou. Ja, Doetinchem dacht ik. Nou, we hebben een cappuccino besteld. En tegelijkertijd zijn we ook even aan schuilen. Alhoewel het lijkt nu weer droog te zijn. Maar even een warm bakje, dat gaat er altijd wel in. Ja. Zie je het nog zitten? Ja hoor. We houden de moed erin. Nou, hier aan de rechterkant wordt nee geschud. Door jouw vader. Maar die kan ook nog lachen, gelukkig. We blijven lachen. We zijn nu in Hummelo. Jas aan, jas uit weer is dit. Af en toe een bui. En dan denk je, nou, dan berg ik die regenjas weer op. En dan trek je hem weer aan. En dan trek je hem weer aan, inderdaad. En mijn lange broek bijvoorbeeld. Die trek ik ook aan, uit. Wisselvallig weer. Nou, we gaan weer door. Doesburg, historische binnenstad. Nou, ik ben benieuwd. Als het goed is gaat de route precies door de binnenstad. De poort van Doesburg. We zijn gestopt in Doesburg en ik heb mijn fiets eventjes hier neergezet tegen een hekje. Nelly is samen met haar vader in de fietsenwinkel. Nelly, haar vader, is op zoek naar een regenjas. En Nelly zit eigenlijk nog steeds een beetje aan het knoeien met het stuurtasje. We hopen eigenlijk dat deze meneer een oplossing heeft. Hij heeft net het oude bevestigingssysteem eraf gepakt. Helaas wel een beschadiging achtergelaten. Ja, heeft die meneer niet gedaan, maar dat bevestigingssysteem. Ja, en nu maar hopen dat er een andere oplossing is, zodat ze alsnog voor 2 dagen een stuurtasje kan gebruiken. Het is een beetje jammer dat het niet op Nelly haar fiets kan. Nou, wel gezellig hier. En de zon die brak zelfs even door. Kijk, daar is hij. Heel klein beetje, maar er is zon. The sun is shining. I feel good. And no one's gonna stop us now. Nou, we houden de moed erin. Ik ben zo blij met de zon nu. We gaan lekker eten bij De Tijd in Eerbeek. En wij hebben een, wat is dit eigenlijk? Een 12 uur of zo? Tijd voor lunch. Van alles wat. Kroket, soep, uitsmijter en een saladetje. Want we moeten natuurlijk ook groentjes eten. Lekker. Update. Wij zijn onderweg naar Teuge, maar dat wisten jullie al. We zijn net Eerbeek uit. Ja. En we moeten ongeveer nog iets 20 van... 20 kilometer. Ja, 10 à 15 kilometer denk ik. Nee, 20. Oh, 20? Ja. Oh, 20 kilometer. Ja. Ik dacht 10 à 15. Nou, oh, sorry, 10. Nou ja, toen maar. 10. We hebben net lekker geluncht bij De Tijd. Was lekker. Van alles wat. Het was een gezellig bordje. Ja. Maar ja, vanaf De Tijd, de route die we nu fietsen, vind ik een beetje tegenvallen. Een beetje weiland, een beetje... Ja, recht toe, recht aan. Ik had gehoopt dat we wat meer door de bossen zouden gaan. Ja, ja. Dat is niet het geval. Oké, nou, zadelpijn weer. Ook. Knie is over. Nog steeds. Knie is over. Knie nog. Begint net weer. Oh. Ik heb net 2 paracetamolletjes genomen weer. Dus we gaan eigenlijk een klein beetje met blessures verder, maar ja, je moet. Ja, we moeten wel. Ik kan me moeilijk op laten halen of zo. Ja, door wie? Geen idee. Nou, wij fietsen gestaag verder. Op naar ons logeeradres. Joehoe! We fietsen nu Twello in en als het goed is moeten wij ongeveer nog iets van 5 kilometer fietsen. Dus we zijn er bijna. We zijn bijna op de eindbestemming voor vandaag. Gestopt in Twello. We gaan eventjes een koffietje doen. Nou, het ziet er wel gezellig uit hier. Ik ben er nog geweest. Ja. Leuk centrum. Inderdaad. We gaan even wat drinken bij de Waardige Waard, waar het bruist. Nou, ben benieuwd. Even kijken of het bruist hier. Ja. We zijn in Teuge! Joehoe! Eindelijk 70 kilometer in de benen. Nou, gaan we hier naar links. En daar is ons logieradres. Ja. Een B&B. Betty's Bed and Breakfast. Kamperen bij de boer. We zijn ingecheckt bij Betty's Breakfast. Nou, dit is de ruimte waar je koffie, thee kunt zetten en waar je gewoon even lekker kunt zitten. TV'tje. En dit is onze kamer. Nou, dit is helemaal in de boerderijsfeer, want we zijn natuurlijk op een boerderij. Ons dekbed overtrek staat een grote koe op. We hebben onze tassen even hier neergezet. We hebben een eigen wasbak. Dat is ook wel handig, met een spiegeltje. En hier tegenover zit de douche. Ook nog een wastafel. En dan verderop, hier aan je linkerhand, zit de wc. Hier zit ook nog een kamer, er zit iemand anders in. Ze hebben dus 3 kamers. En even kijken, jouw vader zit in deze kamer. En wat hebben we hier? Een wasmachine, droger. Ja, echt een boerderij. Hier staat de trekkert. En onze fiets staat in deze schuur. En aangezien wij echt heel lang in de regen hebben gefietst, is onze fiets echt gewoon helemaal vies. Vies, verrot, modderig, noem het op. Dus ik heb even aan Betty gevraagd of wij de fiets mogen afspuiten. Nou, dat mocht. Dus we gaan dat nu eventjes doen. Ik heb zelfs 2 handdoekjes gekregen van haar. Ze is heel lief, heel attent en behulpzaam. Dus we gaan even onze fiets een klein beetje fatsoeneren. En dan, daarna gaan wij eventjes douchen, denk ik. Maar we zijn net ook al op de boerderij geweest. Even kijken hoor. Ik moet even mijn sleutels pakken. Oh. We zijn net in de melkstal geweest. De melkput. Dat was hem. En misschien hebben we straks wel geluk, want ze gaan over een klein uurtje gaan ze ook melken. En Betty zegt, misschien is het ook wel leuk als jullie dat even vastleggen. Of in ieder geval, dat hebben we gevraagd, maar ze vond het goed. Als ze zelf maar niet op de camera kwam. Dus misschien dat we dat zo ook nog even gaan doen. Nou, dit is wel leuk zo. Even bij de boer logeren. Even wat anders. En we zijn ook precies bij de ingang van Teuge. Want daar staan de bordjes. En daar verderop, daar is het vliegveld. En volgens Betty kun je er ook wat eten. Dus we gaan straks even bellen. En even vragen of we daar terecht kunnen straks. Dan heb je daar uitzicht over het vliegveld. Nou, hier ligt de tuinslang. Kijk. Hier heb je ook de stal. Zet jij even de kraan open? Ja. Een katje. Die zit lekker even aan te eten. En de koeien. Nou, de koeien staan op het moment noodgedwongen binnen, vertelde Betty. Want het is al een beetje nat buiten natuurlijk. En koeien die houden eigenlijk niet van regen en ook niet van te heet. Ze houden van temperatuur van ongeveer 20 graden, vertelde Betty. Dus ze staan nu binnen. Maar zodra het weer kan, gaan ze weer lekker naar buiten toe. Nou, ze zorgen goed voor ze. Hallo. Wij komen hier logeren. Ze zijn wel nieuwsgierig, kijk dan. Deze vindt het ook leuk. Lekker bezig. Ja, lekker bezig. Betty is aan het melken. Het is zover. Ja. De koeien staan in de melkput te wachten totdat ze gemolken kunnen worden. Die wil ook even op kamer. Oh ja. Ja. Net boven de rug. Hi. Ja, jij mag er ook op. Stoer hoor, Betty. Ja hoor. Ja. Ik moet even de machine aanzetten. Ja. Schrik niet. Nee. Bijna. Dan wordt je uier leeggezogen. Even de machine aanzetten. Hartstikke af. We doen voor de kruisbesmetting van de uiers. Als één koe een hoog celgetouw heeft. Dus oh, daar handschoenen. Ja, dat is maar knap. Voordat je gaat melken, ga je toch ook altijd even de uiers ontsmetten? Ja, dat doe ik hiermee. Oh, wat leuk. Betty gaat het even uitleggen. Een shampoo. Ja. Oh ja. Laat eens zien. Dus deze eerst. Deze is shampoo en dat is jodium. Oh ja, dus deze doen we eerst op de uiers. En dan de jodium. Dan de jodium, ja. Ja. Ja, kruisbesmetting. Ja, dan is het. Ja. Deze koe staat echt te leunen op de rug van die andere. Nou, daar komt de melk. Super leuk om dit even mee te maken nu. Wow, die koeien zijn best groot. Het kannetje stroomt lekker vol. Kijk even. Waarschijnlijk gaat deze kan ook helemaal vol zitten. Ja? Geeft één... Ja, dus één koe geeft 26 liter. Ja. Geeft die ook wel eens... Ja, ook in de klieren naar de uien toe. Ja. Maar geeft die ook wel eens meer dan zo'n kan? Ja, dan moet maar af laten lopen. Oké, dus dat kan wel. Anders dan komt die in de verkeerde leiding. Ja. En per keer worden er 8 koeien, ja, 8 koeien gemolken. Ja. Die zijn niet allemaal tegelijkertijd, maar die zijn heel erg in stand. Nou, die zijn achter de andere. Leuk hè? Nou, deze koeien worden nu lekker gemolken, maar moet je even kijken hoe een rij daar staat te wachten. Ze staan gewoon te dringen voor de ingang. Kijk, allemaal voor die deur, want die willen natuurlijk allemaal dat die melk eruit gehaald wordt. Betty vertelt net dat het ongeveer 7 à 8 minuten duurt voordat zo'n koe gemolken is. Ondertussen dat die koeien gemolken worden, gaat zij even het nieuws kijken. Nou ja, dus dat, ik vind dat best snel, 8 minuten. En klaar. Ja, doe maar. Je bent klaar. Niet hier naartoe. Wow. Doei doei. Ja, kom maar. Ja, die koeien denken natuurlijk ook, wie zijn dit? Waarom worden wij gefilmd? Ja. Doe maar. Die kant op. Ja. Wat is het? Nou, daar gaan ze de stal weer in. Goed zo. We komen net uit de douche. En we gaan nu lekker even wat eten bij de hangar. In Teuge. Vliegveld Teuge. Daar zitten we natuurlijk heel dichtbij, echt op een steenworp afstand. Het is ongeveer 5 minuten lopen. En Betty zei net ook, ja, het is de weg oversteken en je staat eigenlijk gelijk op het vliegveld. Maar bij dat vliegveld zit dus ook een restaurantje. En waarschijnlijk, zeggen ze, heb je dan uitkijk over het vliegveld. Ik denk niet dat er nu heel veel gebeurt op dat vliegveld, want het is natuurlijk avond. Maar wel heel leuk, want ik zie al de vliegtuigjes staan. En daarnet toen wij aankwamen bij Betty, vlogen ze ook echt zo boven ons langs. Dus je zit echt gewoon naast Teuge Airport. Hartstikke leuk. Ja, we zijn er al. Daar zat een vliegtuig. En er zat op hotel suites. Nu krijg ik het vermoeden dat je daar kan overnachten, maar dat is mijn eigen invulling. Maar dit is wel leuk gedaan zo. Dat restaurantje erbij. Ons voorgerecht. Ik heb een chicken wrap met salade. En jij hebt de sushi. En wat heeft je vader? Salade kip. Lekker. Heerlijk. Eet smakelijk. Eet ze. Een lekkere burger met friet. Lekker hoor. We zijn weer op onze kamer en wij gaan lekker slapen. Ja, het is hartstikke laat. Het is kwart voor 12 uur volgens mij. Ja. Ik ben nog even wat beelden op de laptop aan het zetten van vandaag. Moet ook gebeuren, anders dan heb ik straks geen overzicht meer. En als zij geen overzicht heeft, hebben jullie geen vlog? Nee. Ja, dat is wel zo. Ja. Oké, nou, evaluatie, dag 3. Makkie. 70 kilometer, ja, we raken er ondertussen eigenlijk een beetje aan gewend. Ja. Aan de afstand. Ik voel mijn bovenbenen wel heel goed nu. Oké. Heb jij geen last van? Maar jij hebt nergens last van. Nou, een beetje zeerpillen. Ja. Nou ja, dat vind ik niet zo gek hoor. Ja, en dan morgen de laatste etappe. Teuge, Elburg. 40, 50 kilometer, wat was het? 40 kilometer. 40 kilometer. Ja. Ja. Maar we gaan lekker slapen nu. Ja. Dus we zien jullie morgen weer. Tot morgen. Goedemorgen. Wij hebben net geslapen. Dat kunnen jullie misschien ook wel zien, want het is ochtend. En wij gaan vandaag een route fietsen vanaf... ja, leuk hè? Een route fietsen vanaf... Hoe heet het hier? Teuge. We zijn nu in Teuge naar Elburg. En dat is onze laatste etappe, 40 kilometer. Het is vrij vroeg, het is 7 uur. We gaan lekker ontbijten in Van der Valk, Apeldoorn. Oh ja. Het druppelt wel een beetje. Het regent. Maar ja. Ja, we moeten door. Naar een goed doel, naar een ontbijt. Ja, en regen, ja, dat zijn we nu ondertussen wel gewend. We gaan gewoon fietsen en we zien wel waar het schip strandt. Voordat wij weggaan, gaan we eventjes doeg zeggen tegen Betty en haar man. Want ja, het is wel zo netjes als je even afscheid neemt. Ja, nou ja, we gaan even de melkput in, want daar zijn ze nu. Goedemorgen! Goedemorgen! Ik heb het nu al gedaan. Zijn ze klaar? Deze koeien zijn nu net gemolken. Hallo! Hey, goedemorgen! Hey, hallo! Komt er nog een. Goedemorgen. Morgen. Hey. Oh, nog één. Hey, ik had er één deur in gedaan. Dus, nou, de melkkammetjes zijn lekker vol. Ja. Zie je? Ja, ja. Ze hebben goed hun werk gedaan. Lusten en eten en water drinken. Ja. Nou, we gaan er vandoor, Betty. Nou ja, ik kan jullie niks inhouden. Dus nee. Ik heb vandaag weer geregend, hè. Ja, ja, we hebben het gehoord. Het regent nu ook weer. Ja. Nou ja. Hoogloos. Nou ja, maar heel veel plezier nog op de weg. Ja, dankjewel. Naar huis en de groet aan je vader. Ja, ja. Van der Valk, here we come. We zijn er. Oh, ik heb zo'n zin in dit ontbijt. Onderweg rook ik gewoon croissantjes, warme croissantjes en pannenkoekjes en noem het op. We gaan hier lekker even eten. Oeh la la. Blij ei. Hier worden we blij van. Aanvallen. Donuts. Oei oei oei. Wil je croissant? Ja. tweede ronde. Geniet je nog? Ik vind het goddelijk. Ja, lekker hè? Echt heerlijk. Ja. We gaan even een lekkere bodem creëren voor deze dag. Een brunch maken we ervan. Een brunch. Ontbijt en lunch. Ja. Nou, dat vind ik sowieso bij Van der Valk. Als je daar echt goed ontbijt, heb je ook gelijk je lunch. Ja, dat is waar. Ja. Koffietje, een wentelteefje en... Een wentelteefje? Ja, toch? Klinkt dat nou gek? En een suikerbroodje en een banaan natuurlijk voor onderweg. Dat ben je echt wel nodig op de fiets. Nou, eet smakelijk. Eet ze. Het publiek. Ja. Ja, we werden opgewaagd. Superleuk. Ik denk dat wij straks in Elburg ook zo opgewaagd worden. Ja, dat denk ik ook. Door de inwoners van Elburg. Die staan allemaal in rijen. Ja, ik heb gehoord dat... De burgemeester heeft ons een ja, de vlaggen worden uitgehangen. Ja. Showband erbij. Ja. Alles. We zijn er bijna. Alle toeters en bellen. Paaltje. Oh ja, een paaltje. Wacht even hoor. Even opletten. Ja, ik heb natuurlijk ook fietstas aan de zijkant, dus daar moet je wel even rekening mee houden. Het is ook wel leuk voor de vlog als je... Ja, dat is waar. Ja, ja. Nou, hoeveel kilometer? 50 vandaag. 50 kilometer. Ik dacht de hele tijd van 40, nee, maar het wordt 50. 50. Ja. Nou, we gaan lekker naar huis toe. Heerlijk. Koffietje. Ja. Eerste stop. We hebben 20 kilometer in de benen, toch? Ja. Nou, dat bedoel ik. We zijn nu in Vaassen. In Vaassen. We gaan de goede kant erop. We gaan richting Elburg. We zijn in Epe. De zon is ook doorgebroken. Misschien wordt het dan toch nog een mooie laatste dag. In het harde, we zijn er bijna. Ja, dit is gemeente Elburg. Ja, we zijn er echt bijna. Maar nog niet helemaal. Nee. Een klein stukje, ik denk ongeveer 5 kilometer of zo. Echt? Ruim geschat, denk ik. Nou ja. Oh, ik voel mijn onderkant niet meer. Het is dood. Echt, ik ben helemaal kapot. Nou ja. Nog even doorzetten. We zijn in Elburg! We hebben het gewoon gedaan! Yes! Oh, oh, dit moment! Oh, wat een overwinning! Ja, zo voelt het ook echt. Ja, serieus. We hebben net even uitgerekend 260 kilometer op de teller. Ja. Ja, ja. Over 4 dagen. Uiteindelijk meer dan gepland, maar wat hebben wij veel meegemaakt en wat was het leuk. Ja, was leuk, maar soms ook afzien. Ik heb ja, best wel een beetje pijn, zadelpijn nog steeds. Ja, maar, ik ook. Ja, het hoort er allemaal bij. Het hoort er gewoon bij als je gaat fietsen 4 dagen lang. Je ontkomt er niet aan. De boel is verdoofd. Verdoofd, ja. Met fietsgroep, met z'n allen. Maar daar gaan we hoor. Daar gaan we. Bordje Elburg komt eraan. Wat een moment. En wie gaat er als eerste over de finish? Ik! Kijk even. Daar gaat hij. Daar gaat hij. De oudste van het stel. Als eerste over de finish. Wauw. Woehoe. Nou, ik ben maar derde geworden. Ik fietste eigenlijk over het algemeen altijd achterin. Maar ja, dat had natuurlijk ook een reden. Want ik wilde ook iets vastleggen, dus ja. Jullie hebben heel veel de achterkant van Nelly gezien. Echt heel veel. En de achterkant van haar vader. Nou ja, dat is als je op de fiets zit. Ja, ik kan er ook niet meer van maken. Ik heb mijn best gedaan voor jullie. Nou, op naar je zus. Je zusje. Mijn zusje, ja. Dan gaan we even lunchen. En dan gaan we naar huis toe. Ja. Nou, we stinken. We stinken, we gaan lekker in de douche. We gooien alles in de wasmachine. En we gaan even lekker die billen laten rusten. Ik ga straks even naar bed. En dan ga ik op mijn buik liggen. En dan kunnen de billetjes even bijkomen. En we stappen de eerstkomende week niet meer op de fiets. Nee, die fiets die wordt in de schuur gezet. En ik ben er even klaar mee. Ik sluit niet uit dat we dit nooit meer doen. Nee. Maar ik vond het wel heel leuk. Ja, dat wel. Dat was echt geweldig. En ook ja, deze ervaring met jouw vader. Ja. Maakt niemand ons meer af. We hebben echt hele mooie herinneringen gemaakt. En we zagen je vader ook echt genieten. Dat is waar. En we hebben gelachen. En hij werd relaxed. Ja. Je vader was aan het begin een beetje gehaast. Maar we hebben hem ook nog relaxed gekregen. Ja, op de laatste dag hebben we... Daarnet hebben we nog gezegd... Je bent veranderd. Je bent zen geworden. Ja. En uiteindelijk als je met z'n drietjes op pad bent, 4 dagen. Ja. Dat is ook weer een ervaring. Ik krijg inspiratie. We kunnen ook mensen meenemen op fietsvakantie. Ja, ook leuk. Nou, volgend jaar. Om zen te worden. Ja. Nou, mensen, we bedanken jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En we zien jullie graag de volgende keer weer terug. Doei! Doei, doei!